Op de dag na de brand doet de politie onderzoek naar de oorzaak. Bij daglicht is de verwoesting pas echt zichtbaar. Wat ik hier aan heb is alles wat ik heb. Ik heb voor de kinderen allemaal jas gepakt eigenlijk. Toen gisteren de brand uitbrak, ik zie jongens, maar hier die jassen meenemen naar buiten toch. Ze hadden allemaal kleren aan en schoenen aan nog. Ik heb mijn portemonnee kunnen pakken met een beetje geld erin hè, toch. Dat is alles wat we hebben toch. En zo wel weer komen weer, maar echt alles is weg ja. De felle brand greep snel om zich heen. De boerderij was niet meer te redden. Ik sliep bij mijn zwager en toen zijn we een rondje gelopen op het industrieterrein. Ik heb een uur lopen huilen. Ik zei, zo nog een rondje lopen? Hij zei, wat jij wil? Ik zei, we lopen nog een rondje. En toen was ik om 20:30 binnen en hebben een kopje koffie gedronken toch. En dan zijn we hier naartoe gegaan hier weer. En we waren om 20:30 hier. En dan besef je pas wat er gebeurde zijn. Dan kijk je de boerderij. Ja, en dan kun je het raad niet meer bedwingen op dat moment. De familie krijgt veel steun van hun omgeving. Ze willen zo snel mogelijk weer aan het werk.